Vorig jaar heb ik dit prachtige pipohok gemaakt. En daar heeft een tijdje hebben daar de zijdehoenders in gezeten. En er is in gebroed. Er zijn wel wat kuikentjes in geboren. Maar eigenlijk staat het een soort van leeg. Er legt er blijkbaar nog één per ei hier. En voor de rest slaapt hier helemaal niemand. Dus daar moet wel verandering in komen. Want dat vind ik gewoon zonde. Want waar slapen ze nou eigenlijk? Nou, op een of andere manier is dus mijn mooie caravan kippenhok uit de gratie geraakt. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje zonde. Dus ik ga ze proberen hier weer een beetje warmte voor te laten lopen. Dus ik heb lekker wat graantjes op de loopplank gelegd. Kijk, nou, hoppakee. En wat over het randje en de voerschaal daar neergezet. Dus wie weet. Het trappetje is wel ingestort, dus misschien moet ik dat even fixen. Kijk, die ziet ook wel. Ja, goed zo. Heeft helemaal geen trap nodig. Oepsiekidee. Die heeft daar nog in zitten broeden, dus die kent op zich de weg wel. Nou, als eerste bewoner van mijn caravan zullen dan toch deze twee dames ik eens een keertje in het hok gaan zetten. Ze zitten hier bovenop het hok, ook als het regent. Manlief en de krul mevrouw, die zitten daar. Maar die kunnen ook wel eens gewoon lekker in een warm huisje gaan zitten. Dus dat gaan we eerst maar eens doen. De witte kippenhaan, die een tijdje op school hadden gelogeerd, zijn inmiddels eigenlijk ook weer terug. En die zitten met z'n tweeën in een hele kleine knijnenhokje. Daar wordt ook geen ei meer in gelegd. Maar goed, die hebben hun heil hier gezocht. Zullen we maar even zo laten. Die hoeven niet per se de caravan in. Maar binnenkort wel. Het is natuurlijk niks met die grote joekels. Het is nog groter dan die andere. De volgende die in de caravan kunnen zijn. Pino en het enige kind nog. Die liggen bij die zwijnen. Maar in plaats van dat ze lekker in een warm hoekje gaan zitten, zitten ze hier. Met tochtige gaas. Het gaat vannacht weer vriezen. Dus ik stop ze er lekker bij in de caravan. Ja. En de rest zit gezellig. Hier zo binnen. Oeh, gezellig jongens. Waar is Olafje? Even kijken waar Olaf zit. Ja, daar zit Olaf. Met nog wat andere wappies. En hier een hele batterij. 1, 2, 3, 4. Alles in dit hok. Terwijl dus mijn mooie pipohok helemaal leeg is. Deze slaapt gewoon in de regen zo te zien. Hè? Nou, je krullen zijn allemaal weg. Het moet vanavond even goed anders. Zo, tok. Dan hebben we ook nog mevrouw de Ayam Samani. Die hier zo zit. Tussen de struiken. Maar punt 1 kan ik daar niet bij. En punt 2 is mijn ervaring. Dat die zo hard leers zijn. Dat gewoon zo blijft. Hè? Zit je daar lekker? Ja. Die boom wordt steeds kaler, hè? Nou, zoek het uit. Nou, dan zitten ze hier allemaal nu eventjes beduusd te kijken. Even een lampie. Kijk, die zit allemaal bij jullie in het hok. Nou, prachtig toch? Kom, loop eens door. Ben jij lekker bij je moeder? Hè? Nou. Het is in ieder geval warmer dan buiten, hè? Het gaat vriezen vannacht. Nou, wel rusten.
Ja hoor, daar is de één. Het is een beetje een klein deurtje voor die grote beest. Goed zo. Ja. Nou, het ene schaap is over de dam. Kan wel als je gewoon elegant bent, hè? Ja. Keurig. Goed zo.